De publieke omroep komt met NPO ID, een loginsysteem voor al haar platforms. De NPO wil daarmee het aanbod persoonlijk maken. Daarbij gaan algoritmes meewegen, waarbij op basis van kijkgedrag en interesses content wordt vertoond. De publieke omroep stapt dus af van het algemene idee dat het content generiek voor iedereen ordent. NPO-raad van bestuurslid Martijn van Dam dat al eerder eigen publieke algoritmen werden ontwikkeld om aanbevelingen relevanter te maken en dat de data niet commercieel zullen worden gebruikt. De Raad voor Cultuur vindt overigens dat wel een risico wordt genomen met het van nieuwe functionaliteiten voorziene reclamevrije en gratis NPO-start. Want dat kan wel eens ten koste gaan van het aantal abonnees van betaaldienst NPO Plus, waaruit weer techniek, innovatie en licenties worden bekostigd. Maar dat lijkt me van later zorg. Dit is alvast een grote digitale stap voorwaarts.